Hi, daar zijn we weer met deel 2 van spellingscontrole. We gaan nu daadwerkelijk de spelling controleren. In het eerste deel hebben we aangegeven welke taal onze tekst is. De standaardtaal is Engels, maar onze tekst is grotendeels in het Nederlands. Hier zie je een woordje, ik kan klikken op dat woordje en ik zie onderin staan de taal voor dit woord is Nederlands. Let op dat de tekst echt per woord in een taal wordt ingesteld. Dus dit stuk tekst is Nederlands. Maar ga ik verder naar beneden, ik heb daar wat anders gedaan. Hè? Hier, dit stukje tekst staat op Engels, je ziet het veranderen. Nou, de spellingscontrole gebruikt het woordenboek van de taal waarin het is ingesteld. Als ik door mijn hele tekst ga, dan zie ik overal in de tekst rode en groene strepen. Nou, de rode streep geeft hier aan, dit woord zit niet in mijn woordenboek. Dat is wat Word zegt. Betekent niet per se dat het fout is. In dit geval is het een eigen naam, de naam van een persoon of ding. En dus is het gewoon goed gespeld. Moet je wel goed controleren natuurlijk. Nou, gaan we even verder kijken in het document. Wat zien we nog meer? Wat hier al opvalt is dat bijvoorbeeld pagina 2 fout gespeld is, zegt Word. Maar klopt dat wel? Als we even dubbelklik doen, dan zien we dat de footer nog steeds in het Engels staat. Dus de footer moet ik even apart zijn taal instellen op Nederlands. Kijk, nu is het in één keer goed. Terug naar boven, ja, dit is allemaal goed. Hier zie ik weer opnieuw Kevin Dish terugkomen, tweede keer. Nog een paar andere eigennamen. Puissant is wel een Nederlands woord, maar wordt niet veel gebruikt. Dat betekent heel erg, dus heel erg rijke familie. Dus Word kent ook niet alle woorden, daar is niet veel aan te doen. Hier zien we Cavendish, Newcomb, allemaal eigen namen zien we, een plaatsnaam. En hier weer een stukje Engels, factitious heirs. Nou, natuurlijk helemaal niet netjes dat hij dat probeert te controleren. Dus laten we de taal van dat ook meteen instellen op Engels. Wordt meteen goedgekeurd. Nou, nog een paar andere woorden. Overal rode strepen en heel af en toe zie je een groene streep. Laat ik even inzoomen. Op die groene streep. 10 ingelegde satijnhout. Nou, en dan nog iets op de volgende regel. Wat is er nou fout? Dat is een grammatica fout, zegt Word. Nou, op zich is het geen slecht Nederlands, maar eigenlijk zegt Word, je kan dit ook anders zeggen dan met ingelegde. Op een wat makkelijkere manier. Hier zien we nog een groene, dus heel af en toe zie je een grammatica fout terugkomen. Ja, verder valt het mee. Goed, wat kunnen we daar nou mee doen met zo'n fout? Laten we een spelfout en een grammatica fout bekijken. Nou, het eerste bijvoorbeeld een woord dat niet herkend wordt, puissant. Gebruik de rechtermuisknop, klik op het woord zonder te selecteren. En we kunnen kiezen voor Add to Dictionary, want er staat hier, er staan een aantal voorbeelden bij, maar die zijn eigenlijk allemaal niet goed. Dat zijn niet de woorden die ik zoek. Puissant is goed gespeld, ik heb het opgezocht in mijn woordenboek, dus ik klik Add to Dictionary. Nou, nu kent Word het wel. Nog steeds zie ik een groene streep. Wat zegt Word daar? Met de rechtermuisknop weer, schrijftaal. Het is een beetje een duur woord, zoals we dat noemen. Kan je beter wat makkelijks gebruiken, zoals heel erg rijke familie. Dat is dan weer netter. Nou, hier zien we capriolen. Is het goede woord, Word zegt capriolen, maar dat is het niet. Capriolen is een materiaal. Dus ik moet het helemaal niet verbeteren. Ik moet add to dictionary kiezen. Als ik nou een woord echt fout spel, zoals hier, en ik doe een spatie hierachter, dan zie ik dat hier een streep onder komt. Nou, ik kan ook een goede suggestie krijgen. Moet ik even kijken, wat zou die nu zeggen? Ja, papieren, die moet ik hebben. Dus klik en het wordt meteen aangepast. Nou, dit is de snelste manier. De andere manier die je kan gebruiken is de hele tekst controleren. Dan ga je bovenin staan en je drukt op F7. Dan krijg je hetzelfde, maar met een mooi dialoogboxje. Oké, succes!